Nou, het leven verandert er niet hoor, maar het is wel. Op dit moment is het natuurlijk eventjes heel erg leuk. Ja, want hoe ben je vanmorgen wakker? Ik was best wel. Gisteravond kwam ik bijna niet in slaap. Ik denk gewoon nog door de adrenaline. Dus wel een korte nacht gehad, maar het eerste wat je dan waar je aan denkt en wat je ziet, is die medaille natuurlijk. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, want je hebt een rijkere prijzenkast, maar dit is wel de mooiste tot nu toe, hè? Dit is zeker de mooiste tot nu toe, ja. Ja, nou zou je kunnen zeggen, jij deed de kwalificatie, die anderen maakten het af. Maar voelt het toch echt als jouw medaille? Ja, het voelt zeker als mijn medaille. Ze hebben de tweede keer, of tenminste ze hebben doordat wij één keer hebben gereden, Laurien en ik. En daarna Sanne en Kira, hebben ze natuurlijk meer tijd gehad zelf ook om te herstellen. En hebben ze dus niet alle drie de rondes hoeven te rijden. Wat voor hun ook in het voordeel is, waardoor ze fitter aan de start kunnen staan in de finale. Dus een echte teamprestatie. Ja, zo zie ik het wel. En dan maak jij onderdeel uit vanuit Hettie van der Wouw uit Kaatsheuvel. Ja, heel veel mensen kennen jou nog niet zo goed. Wie ben je en vooral wat kun je heel erg goed? Ik ben dus Hettie, 19 jaar en ik woon hier inmiddels in Apeldoorn voor het baanwielrennen. En ik kan dus goed sprinten, ja. Want wat is jouw ding, hè? Je woont hier ook in Apeldoorn. Wat Tialf is voor de schaatsers, is Apeldoorn voor de baanwielrenners. Ja, alle sprinters zijn hier wel komen wonen. Speciaal voor baanwielrennen, want ja, het is gewoon handig als je dichtbij woont. En ja, dit is de baan waarop we trainen elke dag. Dus dan is het zeker prettig om hier dichtbij te wonen. Ja, en dat geeft jouw gretigheid aan en jouw ambitie. Want je wil het echt gaan maken in je sport. Ja, zeker. Dat is zeker de bedoeling. Is dit nou een soort start, een nieuwe start, die bijvoorbeeld gaat leiden voorlopig, ik noem maar eens wat, naar Tokio over 2 jaar? De echte start is van de zomer. Dan gaat het traject in echt richting Tokio en dan worden ook de wereldbekers gereden en alles telt dan zeg maar voor Tokio. Maar dit is al zeker een heel mooi begin om als team al meteen zo'n medaille te pakken en het is zeker heel gaaf. Ja, nu heb ik me laten vertellen, die Hettie die kan alles op de baan, maar ze moet zich wel gaan specialiseren. Wordt dat dan toch echt die sprint? Dit was dus een teamsprint en je hebt dat sprint, keirin en 500 meter. 500 meter is niet heel erg mijn ding op dit moment, maar keirin en sprint kan ik ook rijden. Het is alleen dat we gewoon heel veel goede, sterke meiden hebben nu en dat daardoor 2 andere meiden zijn uitgekozen. Maar het wil niet zeggen dat dat ik maar echt op... Tenminste, ik vind niet dat ik me moet specialiseren nu. Want sprint is toch al een specialisatie. En dan kun je echt wel keirin en sprint rijden. En ja. Sprint. Ja, de eerste avond gelijk een enorme triomf. Ja. Want jullie hadden een beetje rekening gehouden met brons en het werd zilver. Kun je nou deze dagen nog genieten? Natuurlijk, juist alleen maar eigenlijk. Ik denk als we buiten het podium waren gevallen, dat het dan minder leuk was geweest. Of tenminste, dan was het ook heel leuk geweest. Maar dan had je minder het gevoel van, ik heb zelf niks, zeg maar. Maar helemaal met de jongens gisteravond en met Kirsten, hoe zij op haar manier wint. Dat is echt zo gaaf. Ik denk dat we jou namens Omroep Brabant de komende jaren maar eens in de gaten moeten gaan houden. Dat denk ik ook.